Hey iedereen, welkom in mijn rommelige kamer. Vandaag gaan we nog eens een video opnemen, want ik weet dat het best heel lang is geleden, denk ik weer al een week. Maar vandaag ga ik gewoon Battlefield 3 spelen, of nee, Star Wars. Ik ga gewoon even leven Star Wars spelen. Dan ga ik gewoon eens een live commentary voor jullie geven, en ik denk dat dat best wel heel leuk is. Dan ga ik wat praten over enkele onderwerpen. Laat even gewoon onder deze video weten welke games ik volgende keer voor jullie moet spelen. Of nog in Star Wars. En over welke onderwerpen ik moet praten. Man, het is wel zo lang geleden dat ik nog voor de camera heb gesproken. Maar we gaan gewoon direct beginnen met Star Wars. Maar wat gaan we vandaag doen? Ik heb dit al een half jaar niet meer gespeeld of zo. Wat best wel zonde is voor het geld dat je aan het uitgegeven. Er zijn missies, Epic Battles for Honor 2 players. Er zijn nieuwe dingen bijgekomen. Ik denk dat we gewoon naar multiplayer gaan. Eens kijken, hé. Hey. Weet je wat ik altijd wel leuk vond? De droid run vond ik altijd wel plezant. De cargo, ook fucking awesome. Ik ga gewoon een droid run doen, maar maakt voor mij totaal niet uit. Want ik ben gewoon super duper duper goed. En dit is best wel een nice vliegtuig. Holy moly foly. Alright, 7 seconden. We gaan ervoor. We gaan nog eerst een hapje nemen van mijn... Stretchtella van Danone. Zo. En ik heb best wel koud. Achter mij. Het is wel een chauffage. Dus ik moet wel iets van warm te houden. Ik heb het net er aangezet. Alright, unlocked. Ik heb al heel weinig unlocked, maar we gaan gewoon starten. Hoe moet ik weer starten? Back. Start gewoon. Game started. Ja. Start. Phew, ik ben erin. Weet je ook wel kut is dat het echt al heel lang geleden is? Dus ik moet even gewoon de knopjes weer... Ah nee, alles is gereset of wat? Dat zakt wel. Ik ga direct ook wel volgende potje het geluid minder zetten. Want het geluid staat echt ongelooflijk hard. Audio... 35. Ik denk dat dat iets beter is. Partner start. Dus, oké. We gaan deze kerel volgen. En wat ik vandaag wil over hebben is Valentijn. Want zoals je weet of niet weet, sommige mensen zitten alleen. En sommige mensen, die hebben dus gewoon een vriendje of vriendinnetje. En dat is gewoon kut als je alleen bent. Want overal hangen er dan hartjes. Oh shit. Is dat iemand slecht? Is iemand slecht? Is iemand slecht? Ah, kut. Ik kan nog wegvliegen, maar ik drukte op mijn knopjes op mijn muis hiernaast. Voor weg te vliegen. En welke geweer hebben wij eigenlijk allemaal? Blasters. Misschien is deze iets beter. Nou, we houden gewoon deze. Wat we ook wel kunnen doen, is misschien de volgende keer, als we telkens doodgaan, dat we een challenge moeten doen. Iets eten of iets anders. Oh shit, er is iemand. Ah ja, ik kan inzoomen. Kom hier, bitch. Ah, wat? Pain in the arse. Oké, er is heel lang geleden dat ik nog Star Wars heb gespeeld. Holy fucking moly. Waarom is het plots zo moeilijk geworden? Dus waarom suck ik in deze game? Oké, we gaan gewoon heel gefocust nu spelen. Want dit is iets wat ik nooit heb gedaan. Echt heel veel praten. En daar is iemand. Ik heb hem. Kom op, nee! Ah, fucking. Vlieg. Op 3. Ja. Oh man, ik moet die knopjes echt gewoon terug veranderen. Dat mijn knopjes gewoon naast mijn muis terug staan. Dat ik niet op mijn toetsenbord op 3 moet klikken. Dat is best wel vervelend eigenlijk. Het leuke eraan is dat we wel aan het winnen zijn. Raar genoeg. Ik wil wel zien dat hier geen snipers of zo zijn die mij kapot knallen. Het zou een beetje zonde zijn. Oké, eens kijken jongens. Ik voel de adrenaline. Ah, daar. Ik heb hem. Ah, kom op, ik heb u. Kom op, sterf. Ja, ik heb een kill. Nee. Fucking 3-3. Nee. Kut. Scheiße. Oké, nu vind ik het minder leuk. Ik vond het echt wel een van de leukste game modes. Ik weet niet dat jullie Star Wars Battlefront hebben, maar ik vond dat super awesome. Witte, je moet gewoon even onderwerpen laten weten aan mij en dan ga ik die gewoon playen. Ga ik er gewoon onderwerpen spreken met jullie van wat. Oh shit!
Oh, damn! Wacht, hier is hem! Nee! Oh, come on, dat is bullshit. Zijn geweer was waarschijnlijk iets sterker dan mijne. Maar hey, awesome. Ik weet ook dat ik heel weinig heb geüpload deze dagen. Dus mijn excuses daarvoor. Oh shit, ik heb die. Wat? Waar is die? Waarom is die plots weg? Ah! Nee! Help! Ah! Shit! Oh shit, ik ben ook aan het... Ah! Ik kan gewoon zeggen van, oh shit, ik ben gewoon los gesnapt. Toch niet dus. Wat? Daarom speel ik ook gewoon nooit deze games op mijn YouTube-kanaal, omdat ik er gewoon last van suck. En dan valt er niet echt iets van te zien. Ik bedoel, mijn team haat mij gewoon, mijn team wil mij gewoon niet. Dus zolang dat jij die droids in je bezit hebt, is het hoger dat je percent gaat, denk ik. Maar ik zie er al een geniepige kut! Au. Oké, dat ding is dus al kapot. Daardoor werd ik dus kapot geschoten, blijkbaar. Ik heb hem! Oké, come on team! Ik ga ook vliegen. Woehoe! Jongen, I love the jetpacks. Je mag zeggen wat je wilt, maar de jetpacks zijn gewoon echt awesome. Ik kan er niet aan doen. Oh ja, ik heb zo'n special shit nu. Wat is het? Orbital Strike! Oh, zijn daar enemies? De Orbital Strike, jongens. Dat is shit, jong. Oh, crap. 1. Oké, jongens, nu ben ik echt wel goed bezig. Ik heb hem! Ik heb hem! Jongens, we zijn keigoed bezig. Oké, nu even hier de boom staan binnen. Even achter me kijken. En voortgaan. Oh, fuck yeah. It's fucking awesome, mensen! Oké, hier komt er iemand aan. Wat? Waar is die kerel? Die kerel is hierin gelopen. Ik heb hem direct. Ik heb hem! Oh shit! Oh my god. Ik voel me nu best wel fucking awesome. Fucking goed. Ah shit. We gaan wegvliegen. Woo! Zie daarom hou ik gewoon van de jetpack. We gaan hier even. Een granaatje gooien, gewoon random. Hier is hem, de kerel die mij dood wou. Ah! Fuck! Nee, help! Vlieg! Ah, oh, kut. Hey, hoeveel sta ik eigenlijk? 10-7! Oh! Jongens, hey, mijn KD is niet heel wauw, maar ook niet heel slecht. Ah, oh, dat is bullshit! Oké, nu is 10 eigenlijk, ik moet het gewoon winnen. 94-16. Dat is gewoon... Ah! Nee! Ik heb een orbital strike activeerd. Nu komen weer tussen bommen. Ah! Sorry, maar ik heb nu wel gedefend, dus... Pak dat goed, was. Oké, we moeten dit blijven, jongens. Kom op, we kunnen het gewoon. Als jullie nog andere games zullen zien, bijvoorbeeld Battlefield of liefst wel goede, maar free games, want ik heb niet echt veel geld te spenderen momenteel. Victory! Triton Master! Triton Master! Oh, 10-8 toch nog. Oh, zie die Duitsers? Jongen, wat een kut team. Allemaal 7-12. Ik heb het nog niet zo slecht gedaan. En die Delectacy. You fire are that. Oké, vandaag heb ik het eigenlijk gewoon niet echt veel gehad over een onderwerp, buiten Valentijn en games. En hoe goed of hoe hard ik stokte in deze game. Maar hey, ik vond het best wel een leuk potje. Wil jij hier nu meer van zien? Laat het al even weten in de comments. Geef een likeje. En oh ja, druk je even op het belletje naast mijn abonneerknop. Want dan kan je mijn video's terugvolgen, want YouTube doet een beetje kut de laatste tijd. Bedankt voor het kijken, like, comment en subscribe, druk op mijn belletje en ja, dan hoor ik je wel rinkelen, hè. Bye bye.